Oké, tip van de week. Als je een vlek hebt of bijvoorbeeld vogelpoep op je auto, leg er dan een natte krant op. Laat dat een tijdje inweken en je kan zo de vlek weghalen. Dat is een hele handige tip en die heb ik van de website van Aliens Car Wash Area. Nu kun je natuurlijk je auto sowieso helemaal met de hand gaan wassen, maar uit onderzoek van de Technische Universiteit in München is gebleken dat je daar soms ook schade mee kan aanrichten. Nou, dat is weer een reden extra om naar de wasstraat te gaan. Een andere reden is, ik ben eigenlijk gewoon heel erg lui. Dus ik ga lekker naar de wasstraat. Ja, Ron, jij bent eigenaar, hè, van deze wasstraat. Ja. Hoe lang is nou die wasstraat waar mijn auto doorheen gaat? Nou, de totale lengte is ongeveer 40 meter. Ja, zo'n auto gaat door verschillende fases natuurlijk door zo'n wasstraat. Klopt. Wat is nou de belangrijkste fase? Nou, de allerbelangrijkste fase vinden wij is het voorwastraject. Dus je komt in de wasstraat, onze medewerker die vraagt welk programma dat je wilt en die gaat aan de slag met jouw auto. Dus hij kijkt of er schaduwplekken zijn, of er bijvoorbeeld pekel is, hè, met deze winter, of in de herfst vogelpoep of stuifzand. Nou, dat zijn echt plekken, daar moet je echt iets aan doen in de voorwas en dan kan hij pas echt goed de wasstraat in. En nou, oké, voorwas, dat is het belangrijkste. Wat gebeurt daarna allemaal? Dan gaat je auto de echte wasstraat in, maar je rijdt op het band. Hij gaat er vanzelf doorheen, je hoeft niets te doen. En in het begin krijg je het echt nog een keer extra schoonmaken. Dan krijg je het traject van hotwax erop. Hotwax wil zeggen, dan krijg je een mooie beschermlaag. En daarna, op het allerlaatste moment, krijg je nog een soort polishlaag. En dat is het top van de markt. Want dan krijg je een glimmende laag en hij blijft langer schoon. Nou merk ik dat er steeds meer wasstraten zijn die ook aan de milieuvriendelijkheid denken. Ja. Wat doen jullie op dat gebied? Uiteraard hebben we een recycling. We werken met biologisch afbreekbare producten, dus niet schadelijk voor het milieu. En dat doen we allemaal in samenwerking met onze leverancier Caramba. Caramba is het topmerk in de branche. En dan zag ik voor de mensen die wat minder lui zijn, dat jullie ook wasboxen hebben. Je hebt natuurlijk altijd mensen die zeggen van, nou, ik doe het liever zelf. Nou, mag ook natuurlijk. Nou, dan hebben we perfect gefaciliteerd. We hebben achter op het terrein hebben doe-het-zelf wasboxen. Maar zullen we even gaan kijken bij die wasboxen dan? Goed idee. Oké, let's go. Nou, Ron, je moet wel een hele grote auto hebben. Wil dit niet passen, hè? Hebben we expres gedaan. Niet alleen voor grotere auto's, maar ook voor caravans en campers. We ervaren dat mensen het echt fijn vinden als ze een beetje afstand hebben. Dat ze dus goed de auto kunnen wassen met het spuitpistool. Ja, ik heb begrepen dat jullie al 25 jaar een begrip zijn in Veldhoven. Wat doen jullie terug voor de omgeving? Wij zijn natuurlijk een lokale partij, maar we vinden het ook belangrijk om iets terug te doen aan de lokale omgeving. En wij sponsoren dus onder andere het theater, maar ook muziekverenigingen, muziekkorpsen en sportverenigingen natuurlijk. En jullie liggen vlak langs de snelweg, hè? Ja. Inderdaad. Makkelijk te vinden? We liggen echt heel centraal en samen met onze partners Gulf Tankstations en Subway Broodjes liggen we op één centrale plek. Dat is ideaal. Je kunt alle drie de dingen op één plek doen. En tegenwoordig met de snelle tijd vinden mensen dat wel prettig. En heel veel wasstraten hebben vaste klanten, hè? Jullie vast ook. Wat bieden jullie die? Nou, we hebben een Aliens waskaart. En een Aliens waskaart wil zeggen dat wij onze trouwe klanten belonen door ze een extra korting te bieden. En ook te belonen met een soort bonus op de kaart. Het is een soort prepay kaart, dus je zet er een tegoed op en dan krijg je van ons nog een bonus eroverheen. Plus je hebt altijd goedkopere tarieven in de wasstraat. En je kunt gebruik maken van onze aanbieding, want we hebben regelmatig acties en aanbiedingen en promo dingetjes. Dat is hartstikke leuk. En na 10 wasbeurten een broodje van de buurman. Wellicht. We hebben een keer een actie gehad inderdaad, dat je bij een wasbeurt kreeg je 50% korting op een broodje Subway. Dus dat is helemaal goed. Nou ja, prima. Toch kun je elkaar een beetje helpen, hè? Ja, zo werkt het toch. We moeten elkaar allemaal een beetje helpen. Vind ik ook.